Kijk eens even. Oh, man, man, man. Oké, mensen, en welkom bij een nieuwe video. We zijn nu aan het discussiëren hoe dik we allemaal zijn. Toch op vakantie gaan. Ik ben met Jill en met pap. En we zijn allemaal nog nooit zo zwaar geweest. Ik werd zo depressief bij het inpakken van mijn koffer. Ik had eigenlijk moeten filmen hoe ik erbij stond. Met een verslagen hoofd. Alles weggepleurd. Ik heb bijna alleen... Hè? Ja, maar ik wil niet van die stoffen, die vind ik niet fijn. Die vind ik benauwder. Daarnaast ligt toch papier? Is toch geen papier, of wel? En het was een bewogen ochtend. Ik ben sowieso om 3 uur gaan slapen, omdat ik nog mijn teennagels moest gel lakken. Zag je bij Heb jij je tenen vannacht? Hey, we zijn wel dus de sokken kijken, hè? Oh, mijn vrouw doet het niet zelf. Die laat tenen doen. Die zit mij uit te lachen, omdat ik mijn eigen tenen doe. Kunnen we het even hebben over mijn hartje? Ja. Ja, maar het is geen Valentijn. Nee, maar het is toch schattig. Maar goed, ze zitten weer heel op mijn vlog hier, door te verzinken, door erheen te praten. Maar ik heb dus mijn tenen gedaan om 3 uur in de nacht. Nee, ik was om 3 uur in de nacht klaar, toen ben ik gaan slapen. Tuurlijk. Zie je wel. Jill heeft ook gewoon met haar nagels erin gedaan. Tuurlijk. Ja, jongens, ik ben niet zo rijk als jullie. Houd je god. Dus toen ben ik om 6 uur opgestaan. En nu zitten wij dus met ons brave gedrag om 9 uur ingecheckt en wel koffers ingeleverd. Is de vlucht vertraagd. Ja, maar we gaan hier, we gaan toch weg hier. We gaan naar de achter? Ja. Daar heb je denk ik dus wij moeten nu 4 uur wachten op de vlucht. Dat is echt zo lang. Nou, ik ga jullie even meenemen. Ik zit namelijk in deze. Wij zijn aangekomen na een super lange vlucht. Jill zit hier achter. Jill, kan je even zwaaien? Jill. Oh my god. Pap. Sinds wanneer doe jij pee zo? Dat heb ik nog nooit gezien bij jou. Ja, ik voelde het zo. Oké. Okay. Op het eiland. Wat voor snoepje? Heel lekker. Nee, dat wil ik niet. Jill, mag ik het even laten zien? Jill heeft helemaal een nieuw snoepje, maar ik vind het helemaal niet lekker, want het is... Ze zei je net helemaal niet. Nee. Ze zei zo lekker ver. Zit je nou gewoon mij na te doen, eng nek? Ze zijn zo lekker vers. Dat heb ik niet gezegd. Ze zijn wel vers, dat heb ik gezegd, ja. Maar het is dus die drop fruit duo's, maar dan... Hey, gaan jullie even lekker met z'n tweeën een clubje anti-Zomaira oprichten, alsjeblieft? Het is zoet en zuur. Nou, in ieder geval, wij zijn nu in de bus en ik weet niet hoe lang we moeten rijden. Ik zie eruit. Ik heb geen idee hoe lang we erover doen naar het hotel. De vlucht, jongens. Echt waar. Als je naar de Dominicaanse wilt, je hoeft niet te testen. Bij aankomst moest je een formulier invullen en dan kreeg je een QR-code. Die is niet eens gescand. We konden letterlijk zo doorwandelen. Koffers stonden er al, we hoefden niet eens door de beveiliging. Ging very smooth. Dus ik ben benieuwd hoe lang we er nu over doen naar het resort. Zie ik jullie zo. Aangekomen in het hotel en ik ga jullie even iets laten zien waar ik dus echt een trauma aan heb. Ik ben een paar jaar geleden ben ik ook naar de Dominicaanse Republiek geweest en toen kwam ik in de nacht aan. Het is nu 8 uur, jongens. Ja. En toen kon ik dus dit knopje niet vinden en ik was helemaal moe en ik dacht, weet je wat, ik doe het morgen wel.
Maar ik heb dus hele gevoelige amandelen en heel snel keelontsteking. En toen ben ik dus wakker geworden met een keelontsteking en een hormoonontsteking. En toen mocht ik dus de hele week niet zwemmen. En toen moest ik naar het ziekenhuis hier. Ellende. Desondanks vond ik het wel een leuke vakantie. Maar het eerste wat ik net heb gedaan is deze gozer uitgedaan. We zijn echt net aangekomen. Dus de roomtour doe ik morgen even rustig. Ik heb even heel snel wat anders aangedaan. Ik heb deze in de sale bij de H&M gekocht. En dan een bruine een bikershirt en een bruin tasje. Ja? Kunnen we even kijken naar Jill de stash? Maar waar ben ik? Jill wil even hebben vertrekken, ding hoor. Oh, maar die M&M's moeten in de koelkast. Waarom? Nou, omdat het hier best wel warm is. Oh. Jill die had even vertrek, dus die doet. Maar ik heb dit al de hele dag gedaan. Dus het meeste is van jou, werk mijn guilty pleasure, yes. Dat is wel dit. Ik vind dat dus niet lekker. Dit is echt mijn guilty pleasure. Ja. Oké, okay, wij gaan wat eten. Waar gaan we eten? Moeten we niet die kaart ook hebben? Hij had toch een kaart gegeven van het hotel? Oh, ja. Wij hebben gegeten. We komen een random strandparty tegen hier zo. En Jill gaat lekker. Goedemorgen jongens, kijk eens even, oh man, dit is geweldig, dat geloof je niet. Wat gaan wij doen Jill, hoe laat is het? 7:20. We gaan sporten! Sportkleren aan, ik heb trouwens nieuwe schoenen jongens, wat vinden jullie? En wij gaan kijken waar de gym is, dit is heftig, kijk ons eens even fit meisjes zijn zaag. Ik ben trouwens een beetje verkouden door de airco, want die stond best wel hoog en ik had het best wel koud vannacht. Dus daar moeten we eventjes wat aan doen. Maar goed, ja dat. Ik moet trouwens even met jullie ook ergens over hebben wat er gisteren is voorgevallen. Paniekaanval. Oh. Weet je waar de gym is? Nee, ongeveer. Oh. Oh, wow. Heb je die kaartjes voor de handdoeken? Oh my god. Nou, dus ik doe nu heel vrolijk, maar dat was gisteren heel eventjes anders. Ik ga dat jullie zo allemaal even rustig vertellen. We gaan eerst even de gym zoeken en dan zie ik jullie zo. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl you can spend it. And everything is alright. I like how you doing alright, alright. Like how you think alright. Always on top of yeah, oh yeah. Hoi mensen en welkom bij de volgende dag. Ik film even met mijn telefoon. Wat? Jawel, wat zeg je? Ik doe dit altijd. Oh my god, echt jongens. Fabiana is zo irritant. Jill is nog irritanter. Op een of andere manier denk elke local hier dat ik ook hier vandaan kom. En we vragen ons dus heel erg af. Waaraan dat ligt of waardoor dat komt. Dus daarnet ook, we zitten dus nu in een busje omdat we gaan buggy rijden. En toen zei die man ook, dacht hij ook dus dat ik hier vandaan kwam. Maar dat kom ik natuurlijk niet. En Jill was heel de tijd, ja kijk maar niet hè, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Oh ja, ja. Was heel de tijd van je wel. Wat zei je nou? Wat zei je nou tegen hem? Precies dat. Ja, van nee, het is niet waar wat ze zegt. Ze liegt. She's not only talking English, she also talks Spanish. Dat is zo vervelend. Maar goed, ik ga dus vandaag jullie wel meenemen. We hebben een tripje. Gisteren hebben we niet heel veel gedaan. We hebben eigenlijk alleen bij het zwembad gehangen en we zijn een beetje bijgekomen. Dus dat heb ik niet echt gefilmd. Maar goed, het is vandaag, we zijn om 7:55 opgehaald. Ik heb echt very last van de jetlag. Ik was om 10:00 gisteravond
dood moe. Dus toen zijn we gaan slapen en ik was om 4:30 alweer wakker. Dus. Heb jij niet meer slaap nodig dan 7 uur? Nee, nooit. 6 is ook al genoeg eigenlijk. Maar goed, wij gaan dus nu buggy rijden en we gaan naar een grot. We gaan in grotten zwemmen. Nou, dat klinkt helemaal geweldig dit zo, toch? Dus ik ga jullie meenemen vandaag. En de Pies. Oh, je wist. Nee. Het is niet jouw Pies. Maar daarom ook dit. Jij bent vergeten dat gewoon... Ik heb letterlijk bewijs op YouTube staan, hè? Ik heb ook bewijs. Nee, wat voor bewijs heb jij? Ik heb ook zo'n bewijs. Oh, ze zijn er gewoon niet gekomen? Oh, oké. Nou, we gaan naar de volgende mensen ophalen. En dan zien jullie zo.